Vanwege de vele afwezige internationals trainen het eerste en Jong AZ deze week samen. Een mooie gelegenheid dus voor de talenten om zich te laten zien. Een van hen is Thijs Oosting. Van het eerste dan zijn altijd heel veel jongens weg naar verschillende nationale elftallen. Dus er zijn er maar weinig over, dus dan trainen wij met Jong en eerste samen. Want ja, anders kan je geen goede trainingsgroep maken. En hoe is dat? Want ja, er staan natuurlijk wel alle trainers van AZ1 staan erbij. Ja, ja, het is altijd wel leuk. Ja, we trainen wel vaker met ze. Dus het is niet wat ik nu noem spannend of zo. Het is gewoon leuker. Ja, het is anders. Het zijn natuurlijk niet de trainers waar je dagelijks mee op het veld staat. Dus ja, je krijgt wat andere dingen te horen. Andere tips. Kan je vertellen of een voorbeeldje geven wat er dan anders is? Ja. Nou, bijvoorbeeld het trainingsniveau is sowieso wat omhoog. Want ja, zijn altijd nog jongens van jongens eerst bij. Er zijn dus nog jongens van het eerste bij. Dus het trainingsniveau is sowieso wel omhoog. Nou, ja, en dat krijg je ook gewoon te horen als het gewoon te laag is of een laag tempo is. En je wil ook wel een beetje indruk op ze maken, denk ik. Ja, jawel, ze hebben natuurlijk wel gewoon een goed beeld van je. En je wilt die training gewoon je best doen. Want ja, het is gewoon voor jouw eigen hachje, wil ik zo maar zeggen. Dus ja, je moet je best doen en jezelf zo goed mogelijk laten zien, zeg maar. Zodat je dan uiteindelijk misschien wat vaker mee mag trainen. Hoe dicht zit jij tegen het eerste aan, voor je gevoel? Ik heb geen flauw idee. Nou, ik train af en toe mee. Nou, met dit soort trainingen trainen we dan met z'n allen. En dan, ja, ik heb wel positieve verhalen te horen, maar ik train alles bij Jong voor de rest en speel alles bij Jong. Dus ik weet niet zo goed hoe dichtbij ik ben.